Marianne Vos prolongeerde zaterdag met succes haar Nederlandse wielertitel. De DSB-renster uit Meeuwen was duidelijk een maatje te groot voor de concurrentie. Ze kwam alleen aan, met meer dan een minuut voorsprong op nummer 2, Chantal Blaak. Kampioenstrui, die is wat waard. Daar doe je het allemaal voor. En natuurlijk de gouden medaille erbij, als Nederlands kampioen op de weg 2009. Vader Henk Vos genoot met volle teugen in Landgraaf. Voor hem en voor Marianne blijft elke titel speciaal. Hoe trots bent u op uw dochter? Ja, dat weet ik, dat kan ik niet vertellen. Heel, schrikkelijk trots. Bent u nou trotser dan na de tweede NK-titel of na de eerste NK-titel? Of kunt u dat zo niet zeggen? Kan ik zo niet zeggen. Het is iedere keer weer, toch weer iets bijzonders en ja, er is toch ook weer emotioneel. En, ja, iedere keer maakt het toch op een bijzondere manier blij. De titels haalt ze binnen. Het is hier iedere keer. Ik heb daar dikke serie helemaal geen woorden voor. Heel bijzonder. En gaan jullie vanavond nog een feestje vieren of doen jullie dat niet? Nou, nee, een feestje hebben we eigenlijk min of meer al. We zijn geen grote feestvierders. We hebben eigenlijk nog nooit gedaan. En ik denk niet dat er vanavond ook weer in zit. Broer Anton Vos, zelf ooit ook fervent wielrenner, was zaterdag al even trots op zijn kleine zusje. Hoe speciaal is een NK-titel voor je zus voor jou? Voor mij nog steeds heel speciaal. Ze vragen wel eens of je eraan begint te wennen, maar je went nooit. En het is altijd iedere keer weer speciaal om te kijken of het er lukt, ja. En dit was wel weer een hele mooie. Om niet voorsprong te pakken op je tegenstanders, dat is echt. En zo overheersend te koersen, dat is echt een mooie titel die ze weer gepakt heeft. Dus voor mij is dat ook schitterend om te zien. En daarna moet je nog heel hard aan het werk, hè? Want je houdt de internetsite bij. Ik zag jou met de fototoestel bij het podium staan. Ja, ik ben nu in de persruimte ben ik de Marianne Vos, de eigen site aan het bijwerken, de persoonlijke site. En dan de site van de ploeg, zeg maar. En die probeer ik zo goed mogelijk bij te houden. En dat gaat allemaal door, dus het wordt goed bekeken.